Wanneer opa Kronen in Geesteren de stal ingaat, laten zijn kleinkinderen hun spelletjes in de steek en rennen achter hem aan. Want in die stal is iets heel bijzonders te zien. Drie kalfjes van één moeder namelijk. Kerngezonde beestjes die zich de biest best laten smaken. De drieling heeft een onverzadigbare honger en is nog veel te jong om te begrijpen dat het instinct niet altijd de goede weg opvoert. De kalfjes mogen niet bij moeder komen. Mede daarom wordt de trotse 7 jaar oude Rosa in deze dagen extra verwend. Trouwens, dat mag toch wel, want Rosa heeft de veestapel van boer Kronen in één dag met maar liefst 3 beesten verrijkt.